Ja. Of een van de pechvogels, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik mocht erop de kip. Dit is een heel simpel voertuig, niet over nagedacht volgens mij. Ja, een beetje overgenomen van Hans van der Arend. Hans van der Arend. Ja, die komt straks ook nog met paard op het podium. Hey, maar het is een heel normaal simpel voertuig waar je vier stoeltjes op zet. Je zet er vier wielen onder en ga met die banaan. Heb je hem getest? Ja, achter de F-truck, maar toen brak de stootbeugel, die brak helemaal af. Ja, en verder daarna niet meer getest? Nee, we zien het wel hoe het gaat. Zo is het, en een nat pak haal je dan toch. Ja. Hè? Ik wens jullie heel veel succes, mannen. Ja. En ga ervoor. Ja. Zullen ze nodig hebben, Ron? De Keet uit Pijnakker, weer een volle bak. De Keet, succes! Met merkwaardige stuurinrichting, want allemaal kunnen ze sturen, heb ik het gevoel. Is niet meer nodig, mannen. Hou vast die handel, want het rechtere voorwiel had hele andere gedachten. Dat zul je nou toch zien. Heb je dat keurig uitgedacht, dan is je rechter voorwiel niet helemaal wat jij zou willen. Hé, wat is dat jammer. Nog eens even in herhaling kijken. Het is duidelijk een kwestie van metaalmoeheid. Doe je niets aan, komt regelmatig voor bij de land als één in de lucht. Jammer, dan kunnen we die stuurinrichting niet controleren. Hè? Of dat nou wel nodig was. Maar kijk dat toch eens, joh. Wat geweldig. Al die stuurmannen. Ja, en dan niet eens aan de wal. Dus dat kan ook eigenlijk niet, hè. Ja, en dan nadenken. Wat is er gebeurd, joh? Wat is er misgegaan? Hoe zou het met deze gaan? De deugd niet. Deugd u wel, deugd u niet. Dat is afwachten geblazen. Het is een koekoeksklok uit Capelle aan de IJssel. Wat een herrie. Hoor je hem piepen? Jongen, er komt een hoop herrie uit. Is de koekoek. Die hebben ze zeker de keel afgeknipt. Maar hij doet het. Hij doet het. Ja. Kijk eens even. Ze zitten niet echt gemakkelijk, maar hij komt er wel. Niet de snelste tijd. Laten we dat niet vergeten. Het zijn nog steeds de snelle meiden. Uit Hazelswoude met 13,99. Hey, kijk, heb je hem ook? De koekoek. Die denkt, wat is dat nou? Moet ik nou koekoeken? Kijk, die is de weg kwijt. Zag je het? Echt waar? Nee, waar ben ik nou toch, joh? Die zou eruit komen, hadden ze waarschijnlijk afgesproken. Nog even de herhaling. Want ja, wij lachen wel, maar ze komen toch, en dat vind ik knap, kijk eens even over dat randje heen, kon je mooi zien hier. Ze komen toch aan de finish. En nog even dat gezicht van die koekoek. Vind ik zo mooi. Hé, hey, ben ik hier? Oh ja, water. Naast me Charlotte en Erik. Charlotte, jij hebt ongelofelijke hoogtevrees. Ja. Valt het mee als je hier bent? Het gaat wel. En niet eigenlijk, hè? Nee. En Erik, jij zei net tegen mij, ik doe het voor het eerst mee, maar ik sta te trillen. Waarom ben je zo zenuwachtig? Ja, ik weet niet. Er zijn er al zoveel van de baan gegaan. En die hangen dan nog op hangende pootjes op de baan en zo. Ja, is toch wel stress. Maar je hebt een prachtig voertuig. Ja, dat wel, maar ja. Gemaakt van kranten. Ja, kranten aan elkaar geplakt met kool van hangpapier. En daar hebben we mijn spuitbus over gedaan, van de kleur van ananas. En ja, zo hebben wij... En als je valt, kun je behoorlijk hard vallen. Dat is waar. Ja. Jij zit met je rug naar achter of ga je naar voren zitten? Naar achter. Naar achter, hè. Jullie hebben ook heel veel fans bij jullie, hè? Ja. Waar zijn de fans? Oh, kijk eens even. Nou... Hopen maar dat ze jullie niet zien vallen. Ja. Ja, dat is de hoop. Succes, hè. Hebben ze wel nodig, Ron, want die Erik is knap nerveus. Ja, de duimen, maar hij knijpt hem. Ik hoop dat er voor jullie een malegoedje in zit. Succes! Dat is een lange weg, Danielle. Nou, eerst eens kijken wat Erik ervan bakt. Hij doet de heenweg. En dat gaat goed. Dan komen we boven naar die heuvel en nou is het aan jou, Charlotte. Hou hem recht, Charlotte. Ho, Charlotte, wat is dit allemaal, zeg. Het is bijna spinnige, maar... En ze laat het stuur los. Knap. Heel knap gedaan. En een mooie tijd, 14.88. Maar zag je dat? Ze laat het stuur los in haar enthousiasme. Moet je niet te vaak doen, hè, Charlotte. Even die herhaling. Want Erik die had het toch redelijk met zijn nervositeit toch goed in de handen. En hier gaat hij dus scheef. Dan zie je hoe moeilijk dat is om die zaak recht te houden. En terwijl nog een heel stuk af te leggen is, denk je, ach, hij doet het wel. Hij zal wel rechtuit gaan. Knap gedaan, Charlotte. Naast me Maurice en Nicky. Maurice, wat is er gebeurd? Ja, dit gaat een klein stukje terug in de historie. Ik heb ooit eens een keer een lieftallig meisje gehad. Dit is schoonheid, maar mijn vrienden waren van mening dat het een schaap was. Ja, nou is het zo dat jij je bent morgen of vandaag een jaar getrouwd. Morgen. Morgen een jaar getrouwd en als zo'n surprise sta je hier op de schans. Je wist eigenlijk niet dat je hier zou staan. Nee, ik wist alleen dat ik vanochtend heel vroeg mijn bed uit moest. En
kreeg een verrassing om 10:00 en die zag er zo uit. Gezellig. Dan moet je er nog mee naar beneden ook. Kijk even, het is nogal vrij hoog. Gaat het wel lukken? Tuurlijk, denk het wel. Ja, links of rechts of achteruit, maar we komen er wel bij. Jullie gaan sowieso heen en weer. Het is een mooi ding. Nog even voor mij, wat is een brandweerauto of wat is het precies? Het is een Amerikaanse hot rod. Met een schaap achterin in de bak. Dus dat was een beetje het idee. En wie gaat in de schaap en wie gaat in de auto? Ik ben het schaap. Jij bent het schaap. Wens jullie heel veel succes, mannen. Maurice, bijna een jaar getrouwd en nu in de bak in Almere. De Red Devils. Hij ziet er super uit. Zet hem op. Hij is zeker mooi, Daniel. Hij is heel mooi. Maar altijd vragen we ons af, doet hij het op de baan? Nicky stuurt hem keurig door de bocht heen, maar gaat ook de terugweg sturen. Niet zwaaien, hou vast dat stuur. Hij gaat ook die terugweg sturen, heb ik het gevoel. En daar zit Maurice gewoon af te wachten van, ja, haal ik mijn verjaardag van het huwelijk nog wel morgen? Nou, in ieder geval niet droog. Het is een hele aparte thuiskomer. Zonder meer. Ja, wel lachen natuurlijk. Zo veelbelovend. En toen? Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel van gezien, dus ik zie het duidelijk nu voor dit. Ja. Nee, het ging de goede kant uit en volgens mij hadden we ook goed snelheid. Alleen ja, hier gaat het dus fout. Ja. Waarom stuur je achteruit? Ja, het was een skelteronderstel en anders moesten twee stuurinrichtingen maken. En ik dacht, ja, ik doe het even zo en dan kijken we wel waar het schip strandt. Ja, en dat was daar, helaas. Niet de bedoeling, hè? Nee, eigenlijk niet, maar ja, volgend jaar misschien beter, hè? Blijft een prijs over. Moet je nog maar afwachten. We gaan naar Blub, de boerenlummels uit de polder. Ja, dat ga ik wie die kent. Uit Biddinghuizen heeft iets gemaakt. Dit is toch prachtig om naar te kijken hoe het werkt. Geen idee hoe het klinkt. Fantastisch voor het geluidenarchief. En zo te zien steekt hier een zijwindje op in Almere. En is het moeilijk op de baan te houden, dit hele spel. Ja, wat zal het zijn? Een soort drinkschuur 1632. Dat is wel een goede tijd. Dat weten we in ieder geval wel. Maar wat was het nou eigenlijk? Van alles door elkaar. Heel lang over nagedacht. Hoe sturen ze? Daar probeer je af en toe naar te kijken, want daar deden ze heel geheimzinnig over. Je ziet, ik heb het gevoel dat ze het ook zo met overhellen doen. Ja, hoe? Geen idee. Maar ze zijn er gekomen aan de finish. Prachtig om naar te kijken. Nou, dat zijn echt geen lummels. De stemming is opperbest. Het is hier lekker warm. Het publiek is enthousiast. Zijn jullie enthousiast? Zie je wel. Ja. En de concurrentie onderling is moordend. Maar er was vanmorgen niets van te zien. Is het nou gezellig 's morgens hier? Het is wel vroeg opstaan, maar... Hoe vroeg is het? Ja, wij waren... Ik moest om 4:00 op. Ik moest een stukje rijden, dus... Maar ja, dit maakt daar een boel goed, zo. Ah, kijk eens. Hoe gezellig. Wat zijn ze? Ze zijn handvaten gaan kopen. Ze moeten handvaten hebben als ze willen meedoen om in vast te houden. Ze zijn handvaten aan het kopen? Ja. Dat wisten ze niet dat er handvaten aan moesten. Blijkbaar niet. Ik wist het. Dat zijn het voor jongens. Zulder het water, wij het water. Hè? Zulder het water, wij het water. En wat is dit? Dit is jullie voertuig? Ja. Dat ziet er heel snel. Een poging tot. Een poging tot een voertuig. Jij gaat ook? Ja. Maar je bent gewond? Ja, maar... Hoe komt het toch niet door? Nee. Al goed, hè? Maar het is al bijna genezen, dus zelfs ook die band tot en dan kan ik. Wat heb je? Gewoon een beetje gekneusd of... Zwaar gekneusd. Zwaar gekneusd? Ja, maar het is al twee maanden. Oh, dus twee maanden geleden, oké. Okay. Ja. Ja. Waar zit je? Jij gaat naar beneden? Ja, nee. Voor, nee. Je gaat dat lijkt me het angstigste. Ja. Dat je achter naar beneden... Dat lijkt me... Ja, en dat durf je hoogtevrees. Je hebt hoogtevrees ook. Ja. Ah, hij zegt ook vrij hoog. Ja. Ik heb wel geen hoogtevrees, maar het lijkt wel hoog. Zij heeft wel hoogtevrees. Dan is het hoog, hoor. Dan is het hoog, ga ik je melden. Ja. Je nog zin in? Ja. Het is een mooi stabiel ding. Ja, het is een beetje veel werk aan gehad. Ja? Maar, dat hoor je veel mensen toch een hoop werk is allemaal. Ja, wel, wij komen 300 kilometer van hier. Dus, in dit ding? Ja, nee, ja. Toch niet. Wat is het?
Dit. U kan het niet zien. Je moet een koekoeksklok voorstellen. Een koekoeksklok moet het voorstellen. Het is nu 11:55. En dan hoort er geen koekoek te gaan natuurlijk. Dan is het 11:55. Die hoort pas als het 12:00 is. Ik duw je al een buiten. Hebben niet. Nou, hier is duidelijk 11:58. We gaan naar de baan, we gaan kijken naar het E-team. Yannick en Pascal uit het Belgische... Laat maar eens wat zien, de E-team! Uit het Belgische Aalst. Mooie, strakke wagen die... bibberig stuurt. Zie je dat? Yannick stuurt de heenweg. En nou, de weerweg is voor Pascal. Oh, dat kan wel eens een goede tijd worden. Let op de tijd, 13:99 van de snelle meiden is de snelste tijd tot nu toe. Oh, dat halen ze niet. Maar wat een duik! Die Pascal, zeg, die was met een extra wedstrijd bezig. Prachtige duik. Let op, dat gaan we straks nog even zien in de herhaling. Waar haalt hij het vandaan, zeg? Menig. Ja, dat is in de vertraging. Je weet niet wat ze tegen elkaar zeggen, maar het zal wel zijn van... Ja, jij moet nou sturen, hè? Wat een duik, hè? Prachtig. Goeie tijd. Gewoon lekker goed gegaan. Het gaat goed. Tom zei het al min of meer. Het gaat eigenlijk heel goed. Veel halen de overkant. Als ik naar jullie kar kijk, denk ik... Nou... Dat is lastig, lastig, lastig. Waarom denk ik dat? Well, ergens een beetje te weinig inspiratie voor een deftig bovenstel op te vinden. En hij had eigenlijk nog zo'n bak staan waar hij met 4 gaan inzitten. Dat bleek te gaan. We zullen nu wel zien of dat effectief zo het geval is. Maar... En is het dan, was het dan ruzie dat nummer 4 er niet bij is? Nee, ik weet het niet. Die is met de noorderzon verdwenen. We vinden hem niet meer. Gewoon weg. Hij was weg. Want jullie waren toch met z'n vieren en uiteindelijk met z'n drieën gaan jullie nou naar beneden nu? Ja, met z'n drieën. Allee, eigenlijk met z'n vieren. We hebben een vervanger voorzien. Hè. Dat is de mascotte. De hond. Ja, de hond. Ja. Is het voor het eerst dat jullie meedoen? Ja. En als je naar achteren kijkt, geen spijt? Ik zal mijn ogen wel dicht doen. Doe dat maar. Wens jullie veel succes, hè, mannen. 16:30. De groep van Dimitri de Vogeleer is er klaar voor. Nee, laat staan, joh, dat ding. Succes! Ik noteer laag zwaartepunt voor de baanvastigheid. Zo zoals het in de tekening. Maar wat is dit? Een heel klein badkuipje. Voor klein behuisden. Maar met z'n drieën in die badkuip. Ja, dan moet je toch ook wel heel erg bij elkaar horen. Wat een grote wielen. Het gaat niet makkelijk. Ja, wij lachen er weer om. Maar ze komen wel aan, hè. 16:22. Ja, gewoon een hele goede tijd. En toch altijd dat mooie moment dat je achterover gaat. En toch weer verrast bent. Nou, even in de herhaling kijken. Het zit benauwd. Op de rand van het bad zitten. Dat zit ook helemaal niet comfortabel. Het gaat van links naar rechts. Dan moet je omdraaien en sturen. Ja, heen en weer is geen makkelijk spelletje. Maar het lijkt net of het vanzelf gaat. Het lijkt net vanzelf. Ik vind het toch wel heel goed gedaan. Zo'n benauwd kuipje. Bepaald geen laag zwaartepunt wat ze van plan waren. Maar goed, maakt niet uit. Ik weet het niet wat ik hiervan moet denken. De buurtvereniging De Veluwe uit Tiel. Succes, mannen! Barry en Roy, hun ouders hebben ooit meegedaan vroeger. En nou gaan zij het eens proberen bij de Landerzee in de lucht. Nou, daar zit wel tempo in, zeg. Flats tegen die heuvel aan. En nou met volle bak tempo. Door. Hij moet rollen. Om een mooie tijd te maken. 14:01. Geloof je het? Het gaat hier nu om honderdste van seconden verschil. Hoe is het mogelijk? Zo'n klein verschil met de snelle meiden. Die gingen razendsnel. Hoe voelt het? Spanning. Heel erg spannend. Ja, een hele opluchting dat je het toch wel haalt, die het bocht. Ja, als je dan zo... Dat is helemaal geweldig. Daar gingen we voor eigenlijk, want we wilden onze ouders verbeteren. Nou, dat hebben we nou gedaan. Toch een beetje teleurgesteld dat jullie tweede tijd hebben. Ja, dat wel, maar ja. Het is altijd mooi dat je het gewoon redt en ja... Het is voor de lol. Dus we hebben het gehaald. Veel plezier gehad. En daar gaat het om, toch? Het was niet de snelste tijd, dus 13:99 tot nu toe nog steeds de snelste tijd. Dat lijkt me voor jullie heel lastig. Ja, dat dank ik ook wel. Van alle voertuigen denk ik, nou, dat zou wel eens kunnen, maar lastig. Van jullie denk ik eigenlijk, het is onmogelijk. Dat hadden we ook gedacht voor we begonnen. Want even voor, jullie zijn vrienden, familie, ja. Wat is het allemaal? Vrienden en familie. Vrienden en familie. Ja. En wie is op het idee gekomen om dit te gaan doen? Dat was ik. Waarom? Gewoon, het was het idee alleen al van we gaan iets meedoen en voilà, hier zijn we dan. Heb je je goed voorbereid op wat je gaat doen dan? Dank je wel. Je moet naar beneden en dan moet je naar nog eens terug en het stuurt heel
heel zwaar volgens mij. Ja, ja, we hebben twee keer geprobeerd. Twee keer 10 slag gehad. De derde keer moet nu al lukken. En wat voor slag heb je gehad? Één keer in de gracht bijna en een brief was afgereden. Jullie zijn een paar keer, jullie hebben een paar keer een crash gemaakt. Ja, ja, zeker en vast. Dit is hoger, denk ik. Ja, maar de crashen zijn we dus al een klein beetje gewend. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En vooral jij, want jij zit met je rug ernaartoe. Dus, maar ja, dan zie je het ook niet, moet je maar denken. Hè. Dus succes, mannen. Het was al een vage bouwtekening, Ron. Het ambiance...